We moeten opschieten, want er is oorlog! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige echte Jeep. In de vorige aflevering hebben we een Hunterfestival gehad en toen na de Hunterfestival zijn we er een beetje achter gekomen dat er een heel groot probleem was. Namelijk dat we een weird card hebben gevonden, nee. Dat we dus zeg maar, dat er een oorlog gaande is bij Bemusia waar Wilma B vandaan komt. En wij zijn blijkbaar goede kennissen met Wilma B en moeten dus zeg maar zo snel mogelijk richting Bemusia. Dus laten we dat ook maar gaan doen. Dus zoals altijd ben ik weer vergeten om mijn timer helemaal aan te zetten. Heel erg goed. Oh ja, en Zelda die heeft ons in slaap gedaan en die is op eigen houtje gegaan. Die dacht van, goh, dat is slim. Oké, nou, je hebt een brief van Selskin. Ja, we kennen Selskin. Even kijken. Ik ben Limblum verlaten. Ik ben er richting het noorden gegaan. Ik ben door de mist gegaan. En ik ben er richting Bemusia gegaan voor de eerste keer. Het regent, zoals ik al had gedacht. Ik ga nou zoeken voor een beetje beschutting. Oké, misschien komen we hem eindelijk een keer tegen Bemusia. Want daar moeten we ook naartoe. Dus dat komt alleen maar goed uit. Oké, nou, wil jij een brief? Jij wil een brief. We hebben nog Atla. Oh, wacht. Atla, die zat nog binnen, geloof ik. Geef me een seconde, jongens. Oké, er was niks aan het handje. Ik dacht dat eventjes tot Atla de Moogle was die dus zeg maar in het hotel zat. Maar dat was gelukkig niet het geval. Nou, deze die had dus ook geen brief voor ons. Dus daar hoeven we ons helemaal geen zorgen over te maken. Oké, nou aangezien dat wij dus nu naar buiten toe gaan zonder dat we een heal bij hebben. Koop zoveel mogelijk potions. Die hebben we genoeg. Die hebben we niet nodig. Die hebben we niet nodig. Eyedrops hebben we ook niet nodig. Hebben we genoeg zot? Ja. Tent kan ik nog wel eentje bij doen. Normaal gesproken gebruik ik ze bijna nooit. Maar dat wil je zeker doen aangezien dat we daar snel geen healer meer bij ons hebben. If you're going to Bemusia, go through Gizmagalus Grotto. Oh, wacht. Ik praat in één keer in het Engels. Als je naar Bemusia gaat, ga naar de grotto in de Northern Mountains. Ja. Dat is de beste manier om daar naartoe te gaan. Eerst gaan we heel even snel kijken naar de equipment. Wilma B is een vechter en geen spreukengebruiker. Dus daarom is het heel erg handig om dus zeg maar die vooraan te zetten. Deze formatie die lijkt me heel erg goed. Niet vergeten om heel eventjes weer te zorgen dat wij detect weer leren. Dat is heel erg handig. Even kijken, je bent die aan het leren, je bent die. Kennen we hier iets nieuws? Nee. Oké, je bent die van alles aan het leren. Goed, laten we die heel eventjes ook equippen. Birdkiller is niet nodig, Steel Chill is niet nodig. Bright Eyes, die moeten we zeker hebben. Oké, wat kan ik dan nog eigenlijk erbij doen? Want Steel Chill zal ik nooit aanzetten, daar niet van. Oké, Birdkiller die kan aan. Goed, dan gaan we eventjes bij jouw equipment kijken. Oh, ik heb Optimize gedaan, dat was niet de bedoeling. Even kijken, Mage Staff, dat is de enige die we nog voor jou hebben. Jij kan Add Status leren. Antibody. Oké, wat was die andere? Oké, nee, dat is goed. Hebben we hier nog iets voor jou? Nee. Thunder, Add Status, die leer je nou via hem. Oh, dan kun jij gewoon de steel, deze aanhouden. Oké, dan is dit ook goed. En dan kunnen we heel eventjes Add Status dat aan. Antibody gelijk aanzetten. Oké, dan gaan we eens heel eventjes kijken. Wat heb jij? Je hebt de Javelin voor Dragon Killer, Rubberhelm. Bug Killer of Level Up? Jij gaat eerst voor Level Up, serieus. Oké, antibody. Wacht even, was dat niet? Ja, want dat was... Oké, we hebben hier nog meer. Undead killer of antibody. Antibody is beter. Cover of cover. Nou, dat wordt natuurlijk cover. En ja, dan doe jij ook maar gelijk eventjes de desert boots aan, zodat jij iets meer equipment hebt. Oké, eventjes gelijk even dragon killer aan. Level up, cover en antibody hebben we nog meer. Oh, wacht. Dragon killer uit. En bright eyes aan. Eventjes nog heel even snel voor de mensen die het gemist hebben. Bright Eyes zorgt ervoor dat we geen darkness kunnen hebben. Antibody zorgt ervoor dat we geen poison meer kunnen hebben. Level Up zorgt ervoor dat we naar levels omhoog gaan. Cover zorgt ervoor dat hij zeg maar tot Wilma B gaat coveren voor iemand die weinig HP heeft. En dat was het zo'n beetje. Oké, nou. We zijn helemaal set. We kunnen eindelijk naar buiten toe. Dit heeft iets van 4 minuten geduurd of zo. Maar we zijn eindelijk dus zeg maar weer in de world map. Finally. Ah, wat is het toch weer fijn om dit muziekje te horen zeg. Dat heeft lang geduurd. Ah, zo ontspannend. Zo rustgevend. Nou is hier dus zeg maar op de map. Hebben we hier gelijk. Een random encounter. Volgens mij komen we nou ook weer nieuwe vijanden tegen. Dat weet ik niet zeker. Maar. Yep, we hebben een nieuwe vijand. Een crab. Nou, aangezien dat het dus zeg maar een waterbeest is, doen we natuurlijk weer niks anders gebruiken als Thunder. Dat zal het meeste doen. Wilma B zit nu dus zeg maar standaard in onze party, waar we dus heel erg blij mee zijn. Maar er is dus nog een manier om dus een vierde party member erbij te gaan krijgen.
En waarom doe jij zoveel schade naar Wilma B? Daar ben ik echt, daar heb ik problemen mee. Zo, dat deed flinke schade. Kabushki! En ik moet zeggen, Wilma B kan ook behoorlijk krachtig zijn. Oké, nou een beetje weer experience. We hebben weer een gratis oor te pakken gekregen. Wat leuk. Zo wordt je zo een oor aangenaaid. Oké, nou. Wat we willen doen is, we willen dus zeg maar naar deze plek hier. Oh, die muziek. La, 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 la. Oké, sorry, ik dwaal weer af. Ik weet niet, die muziek is gewoon betoverend. Laten we daar gewoon op houden. Maar we willen hier dus naar het moeras. Q's moeras, om eigenlijk precies te zijn. Q's Mars. En deze plek hebben we eigenlijk al een paar keer eerder gezien. En dat is eigenlijk best wel komisch gemaakt. Namelijk hier zit die Moogle die... ons alles geleerd heeft. Oh, 3 vijanden. Leuk. Oké, nou jij valt die aan. 3 nieuwe vijanden, dus we laten dit zeker zien. Hoe heette die geringe? Axolotti. Axolotti. Wow, die wateraanvallen die zijn sterk. Oké, we moeten zo snel mogelijk nou Phoenix Down kunnen gebruiken. Ouch. Dit kan nogal een beetje negatief effect op ons gaan hebben zo, jongens. Dit is niet goed. Oké, eentje is verslagen. Item. Phoenix Down. Nou, gelukkig doet die teel niet zoveel, maar water, jeez. Die is devastating. Oké, jij doet nog heel eventjes snel eventjes een thunderaanval. Heb ik hem nou maar op 1 gedaan? Oh nee, gelukkig op allebei. Oké. Nou, hier komt dadelijk. Oh nee, niet Aqua Breath. Oh nee, 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 nee. Volgens mij mogen ze Wilma niet hier in dit moeras. Oh, wat flame, flame, flame. Aqua Breath is een enorme sterke aanval die dus zeg maar waterschade doet aan alle vijanden. En er is iemand die dat kan leren. En die wil ik ook zeker eigenlijk dus hier nou op gaan halen. Goed, maar eerst eventjes Wilma even healen. Phoenix Downtje erbij en even een paar potions. Je hebt echt meer HP nodig, meis. Jongen. Oké, ik heb even mijn eigen healen. Jij hebt geen potion nodig. Oké. Nee, maar zoals je dus zeg maar aan de muziek kan horen, er zit hier dus zeg maar de Moogle die ons alles wou leren. Die staat hier. Maar dat is niet de reden waarvoor dat we hier komen. Dus wil je nog eigenlijk die hints nog een keer lezen, mocht je zelf aan het spelen zijn, dan ja, kun je dat daar. Oké, nou hier hebben we dus zeg maar een... Hij duikt ons gewoon van het scherm af, zeg. Wat lief. Honger. Oké, hij heeft honger. Wil hij kikkers? Wil hij lekkere kikkerbilletjesoep? Hoi. Hey, jij hebt een kikker. Kikkers zijn goed. Wie ben jij? Ik. Hier heb ik eigenlijk heel erg lang over zitten te denken hoe dat ik deze karakter zou gaan noemen. Aangezien dat we namelijk nog een crewmember hebben die ik dolgraag eigenlijk in het spel zou willen hebben, maar niet echt een plekje kon geven. En later hoorde dat hij dus zeg maar met koken te maken had, omdat hij in een restaurant werkte. Als ik me niet goed vergis. Erwin, als je dit hoort, corrigeer me als ik het fout heb. Maar volgens mij was je ergens in een restaurant of zo. Dus deze karakter, die noemen wij Erwin hier, omdat deze namelijk gespecialiseerd is in het koken en leren van magische aanvallen. Dus we hebben een... Wier. Ik schrijf het zo goed, toch? Ik hoop dat ik het zo goed schrijf. Erwier. Oftewel onze Erwin. Onze goede gast die helaas als eerste was gesneuveld in in de hardcore serie. Dus Erwier, wil je deze kikker? Ja, ja. Ik wil die kikker. Ja. Oké, hier. Vangen. Yay. Ik heb hem een beetje, zeg maar, zo'n idee om hem echt zo een beetje zo te geven van... Ja, het zal allemaal wel. Hij is nou van mij. Mij alleen. Zo'n stemmetje een beetje. Je bent echt zielig, Erwin. Echt serieus. Kun je nog niet eens voor je eigen eten zorgen? Oh boy. Familieruzie.nl. Serieus. Je kan niet leren hoe te eten en je kan toch niet eens, je bent dat je het kikkers aan het proberen te vangen, Erwin. Dat kan niet. Maar meester, kikkers zijn goed. Kikkers zijn hier het beste, zelfs nog beter als die van Alexandria.
Erwin, je bent in de duisternis. Je hebt meer licht nodig. Serieus, de wereld is een grote plaats. Heel veel voedsel. Alexandria heeft alleen maar eens één koninkrijk. Je moet naar buiten. Meer voedsel proberen. Alleen in de wereld klinkt eng. Zijn er betere kikkers buiten? Natuurlijk, heel veel goede kikkers. Serieus, alle Q's houden van kikkers. Kikkerbelletjes maken is de sleutel tot groeien. Het is een beetje zeg maar als menselijke spinazie, weet ik veel. Maar goed, we hebben overal onze swamps over heel de wereld. Dus ga daar ook kikkers proberen te vangen. Overal, in alle moerassen. Ik serieus, je zult veel leren. Reiziger, alsjeblieft, laat Erwin de wereld zien. Erwin? I will show you the world. Shimmering, shining and brightening. The world is a big place, so come with me on my epic journey. I'll show you the world. Ja, je zult betere kikkers vinden, want er is veel meer daar dan kikkers raar. Ja, echt. Oh, echt meteen. Oké, ik ga wel met je mee. Ga toch nou met me mee naar de wc. Weet wat? Oké, nou, in ieder geval, dat moest wel eventjes. Duidelijk wat is er? Dat zingen van jou, dat was niet nodig. Maar die gast, die lijkt heel erg veel op mijn opa. Die opa? Wie, die Quill guy? Ja, misschien kent hij mijn opa. Ik ga heel even met hem praten, Zeepie. Nou, oké, Wilco, ga je... Ik bedoel Touwler, hier heet je Touwler. Hier blijf je Touwler eten, want anders mik ik het witte wel op. Wat is er? Is er iets aan mijn gezicht of zo? Oh, sorry. Ken jij een man genaamd Kwan? Nee, die ken ik niet. Opa Kwan was een beetje raar, maar hoe ken je hem? Ik kan niet antwoorden. Grandpa Kwan, die leek heel erg veel op jou. Ben je een mister? Ik dacht eigenlijk dat je missus was, maar dat maakt niet uit. Hè. Mr. Quail. Ja, serieus. We zijn ook van dezelfde... We zijn van dezelfde afkomst. Weet je zeker dat je hem niet kent? Nee, ik ken geen Kwan. Eerlijk. Dat is jammer. Oké, Touwler, laten we maar gaan. Oké. Maar echt serieus. Ze heeft verbergd. Vuur in je gezicht. Donderstralen. Je lijkt op een kikker. Oké, nou. Met dat out of the way te hebben, kunnen we dus zeg maar nou naar de swamp toe. En is er een kleine minigame die we moeten doen. Deze minigame die heet... Vang de kikkers. Mag ik kikkers vangen? Ja hoor, dit wil je zeker doen omdat je krijgt hier gratis items bij en best wel goede equipment voor onze Erwin. Dus, of Erwier. Dus wat we gaan doen is, we gaan dus kikkertjes vangen. Wat je wil doen is, je wil gewoon naartoe rennen en dan wil je ze gewoon vangen. Dat is praktisch eigenlijk wat je wil gaan doen. Dit kan een beetje duren, dus als het te lang gaat duren, knip ik het al sowieso naar voren toe. Je werkt hard, Erwier. Nou, dat is mooi. Serieus? Hier, ik geef je iets gratis. Ja, dankjewel, we trainen wel verder. Nou, dus dit wil je eigenlijk doen en het eerste reward is natuurlijk bijna helemaal niks. Maar dit is een van de grote sidequests die we dus eigenlijk moeten doen, zeg maar, in het spel. Nou, het beste is om dus, zeg maar, twee kikkers alleen te laten. Dan zal zo'n veld, zeg maar, een stuk sneller vol raken. Maar, ik farm ze eigenlijk altijd, zeg maar, een beetje wanneer dat ik daar de tijd voor heb. Dus, dat zou ik zeker gaan doen offscreen, want je moet er 100 in totaal vangen. Er zijn 4 moerassen, zeg maar, over heel de wereld. En daar kunnen we dus zeg maar zoveel mogelijk kikkers vangen. Dus die gouden kikker, dan zegt hij van... Hé, je hebt de gouden kikker gevangen. Is niet echt speciaal zover dat ik weet in mijn boekje. Dus wat ik nou heel eventjes ga doen... Ik ga hier even heel deze vijver even leegvissen. En elke keer als dat gekke beest op komt dagen... Dan laat ik zien wat we hebben gekregen. In dit geval een ether. Nou, een ether dat herstelt MP. Hebben we nog niet veel nodig gehad. Maar die zijn niet te koop in de winkel. Dus die zijn zeker heel erg handig. Dus ik zie jullie wanneer dat ik die 3 laatste te pakken heb gekregen. Of 2. Oké, nou, met de gouden kikker als laatste te hebben gepakt, hebben we dus heel deze vijver leeggevist. En duurt het dus weer een enorme tijd voordat er, zeg maar, hier weer kikkers zullen komen. Dus we zijn klaar met het kikkers vangen en dan gaan we gelijk heel even kijken naar de equipment van onze Erwin.
Nou, die is ook automatisch op level 8. Die heeft automatisch een vork. Die zal altijd high tide leren. Wat ervoor zorgt dat hij er sneller in trance kan raken. En dan gaan we zelf even kijken wat we hem nog meer kunnen geven. Nou, sowieso add status. Dat is altijd handig. Antibody. Dat is ook heel erg handig voor hem. Ja, hij krijgt een silk skirt. En een add-on extra hebben wij niet over op dit moment. Oké, nou, dan gaan we dus heel eventjes deze dingen eventjes gelijk equippen. Zodat die dus zeg maar actief zijn. En dan gaan we eventjes kijken hoe dat zijn battle experience is. Want Erwin houdt van Pokémon. Of ja, Erwier moet ik zeggen, houdt van Pokémon. Erwin die heeft dus zeg maar... ja, ik ga het gewoon in deze battle laten zien. Hopelijk komen we een goede vijand tegen waar we het op uit kunnen testen. Erwin die staat namelijk bekend als een Blue Mage. Nou, en een Blue Mage, hoe werkt die dan? Een Blue Mage die is eigenlijk een beetje gebaseerd op het... ja, vangen, eten, vangen van een vijand. Dus wat eigenlijk de bedoeling is, is op het moment dat jij een vijand aanvalt, dan zie je dus zeg maar dat je hem schade hebt gedaan. Als die vijand bijna dood is, of verslagen is, dan kun jij een eat-aanval op hem doen, waardoor dat jij dus zeg maar zijn speciale magische spreuk kan leren. Dus ik ben nou heel eventjes aan het kijken, als die ene het overleeft, dan ben ik heel blij. Dat doet hij. Oké, dan pak jij deze. En dan gaan we nou dus kijken, hopelijk hebben we genoeg attack gedaan. Dit kan enorm lastig zijn, want je moet dus zeg maar je vijand verzwakken voordat je dat kan doen. Net een beetje als Pokémon. Oké, nou die. En... we hebben Frog Drop geleerd. Frog Drop is een hele sterke aanval. Dat is eigenlijk best wel handig. Werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als Minor Strike van de Leroy. Dus, nou, we hebben al één aanval geleerd. Maar zo wil je dus zeg maar de aanvallen een beetje zeg maar van je vijanden gaan leren. Zodat Erwier een enorme sterke vijand, of ja, een sterke tegenstander kan worden. Die jou dus zeg maar goed kan helpen bij sommige gevechten. Nou is hier nog een vijand die ik ook op dit moment even gelijk wil hebben. Dat is die vijand die dus zeg maar Wilma B een probleem gaf. Want daar kunnen we namelijk die wateraanval mee leren. Dus zoals altijd zie ik jullie in een seconde. En we hebben Aqua Breath geleerd van die beesten. Dat was de aanval, Aqua Breath. Nou, zoals je dus zeg maar ziet, zo kan Abby je dus heel veel aanvallen gaan leren. En eindelijk heeft Zeepje dus Detect geleerd, waardoor dat we eindelijk dus een sterker wapen voor onze zeep kunnen gebruiken. En zo. Kom hier even een paar vliegtuigen voorbij, dan word je niet vrolijk. Ik weet niet of het horen is bij jullie jongens, maar het is echt een beetje zo van... Oké, nou, buiten dat. Even kijken. Blijf bij de les. Oké, nou, die hebben we nou geleerd. What's that? Dat is de volgende die we willen leren. En dat zorgt ervoor een enorme... Wacht even. Bandit wil ik eigenlijk ook leren. Bandit die zorgt er namelijk voor dat wij makkelijker kunnen stelen. Dus dat is zeker heel erg handig bij vijanden. Zo, dus... Oké, nou, weet je wel, we gaan hem gewoon equippen. Kan ik nog iets anders doen dan? Nou, we kunnen Birdkiller dan nog doen. Oké, we houden het heel eventjes bij Bandit voor hem, dus... maar goed, zo kunnen we dus Erwier enorm sterker maken. En ja, ik weet het, Pokémon grap incoming. Het lijkt enorm op Pokémon, omdat je moet je vijand verzwakken... voordat je dus, zeg maar, zijn aanval kan gebruiken. Bij Pokémon is het zo dat je de Pokémon moet verzwakken... zodat je de Pokémon kan gebruiken. Dus het lijkt enorm veel op Pokémon. Dus wat ik ga doen, is ik ga heel eventjes hier nog even rondlopen... kijken of we hier dus, zeg maar, vijanden kunnen vinden... waarvan dat we dus, zeg maar, nog het een en ander kunnen leren. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, hier gelijk even een paar nieuwe vijanden. De Hedgehog Pie. Oké. Eens kijken of we die ook gelijk eventjes kunnen vangen. Even die even aanvallen. Is dit genoeg? Nee, we moeten nog één aanval erop doen. Oké, nou dan... Zo. Nou, die is ook even aangevallen. Oké, dan wachten we wel eventjes op de vuuraanval van de Towler. Het enigste nadeel is dus zeg maar... dat je dus langer met een gevecht bezig bent dan dat je dus eigenlijk zou willen. En dat kan nogal vervelend zijn. Plus, we hebben geen healer in ons team zitten. Dus even kijken hoor, jij moet even hem eerst even aanvallen. Pumpkinhead! Ook een hele leuke aanval. Oké, nou maak maar af. Oh, ik heb nog maar 2 HP over zeg. Deze beesten die doen behoorlijk veel schade. Oké, kijk of we nieuwe vijanden tegenkomen of nieuwe dingen kunnen leren. Oké, nou, ik kom niet nieuwe vijanden meer op het moment tegen, dus laten we maar gewoon lopen naar de plek waar we dat nou eigenlijk naartoe zouden moeten gaan. Nou, de grot waar we eigenlijk naartoe moeten gaan, die zit dus zeg maar daarachter. Maar er is één...
Ja. Yeah. Nou, hetgene waar we dus eigenlijk nou naartoe willen gaan, dat is een van de grootste sidequests van Final Fantasy met zeker rewarding. En laten we nou ook toevallig gelijk nieuwe vijanden tegenkomen. Dit zijn... Beatles. Dingen. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. En... even wachten. Jij gebruikt eventjes een Phoenix Down erop. Jij gebruikt eventjes een Potion. Kom op, schiet op. Wacht, ik kan eventjes alvast even de Black Mage eventjes zeggen. Wacht, er zijn insecten, dus die kan ik het beste Blizzard op gebruiken. Even wachten. Oh, we nemen echt zoveel schade op het moment, jongens. Oh, 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 oh. Kom op, gebruik de Phoenix Down. Oké. Ik heb zelf ook weer healing nodig, zo te zien. Oh boy. Oké, daar komt Blizzard. Want het zijn insectbeesten, dus er moet ijs heel erg effectief op zijn. Decent. Oké, nou, ja. Val nog even één keer even iedereen aan. Jij gebruikt nog één keer even die... Oh, we hebben geen genoeg mana meer. Oh, eentje is voor ongeluk al verslagen. Oké. Ik denk dat we die dan nou wel kunnen pakken. Eventjes een potion op mezelf gooien. Oh, dit is echt even strategisch als het maar zijn kan. Deze. Dus verslaan wij alvast eventjes die achterste. Het is maar goed dat ik die potion op mezelf heb gebruikt. En... Nou, daar konden we dus niks van leren. Dan krijg je dus deze bad te zien. Oké, nou. In ieder geval nieuwe vijanden weer gezien. Dus hebben we dat ook weer gehad. Mooi. Ik mis echt onze healer, want we krijgen nou echt klappen van healer beginner. Add status, antibody, allebei geleerd. Is mooi. Het gaat eigenlijk best wel op zijn goede moment nou. Dus niet weten dat er een nieuw vijandje daartussen zou zitten. Oké, nou eventjes de item pakken. Want we moeten weer eventjes ons healen. Oh, we gaan echt zo rap door de potions heen, joh. We hebben er nog maar 42 van de 60 die we hadden. Nou, in ieder geval daar in de verte, daar zien wij Chocobo Forest. En Chocobo Forest is eigenlijk dus zeg maar de plek waar we nou naartoe willen gaan. Chocobo Forest, die hebben we net gezien. Dus in de volgende aflevering, dank jullie wel voor het kijken natuurlijk naar deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we naar Chocobo's Forest. En gaan we eens kijken wat we daar allemaal wel niet kunnen doen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Heb je nog vragen? Kun je dat ook kwijt in de reacties. En laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Morgen, ondanks dat het zondag is, komt er nog een aflevering van Final Fantasy. Dus ik hoop jullie dan te zien. Bedankt voor het kijken. En ja, zie het eigenlijk maar een beetje als een goedmakertje tot er een paar dagen nog geen Final Fantasy is geweest. Dus ik hoop jullie te zien. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei!